Jaar bestaan wij 100 jaar. Een eeuw Sicilia. Een verleden vol prachtige verhalen, vol muzikale hoogtepunten, maar ook 5 jaar oorlog. En die oorlogsjaren zijn bij Sicilia niet onopgemerkt voorbij gegaan. Na een paar financieel goede jaren, eind jaren 30, brak de oorlog aan en dat betekende meteen al geen concerten meer. En dat was niet alleen omdat de gemeente de dorpstent, de muziektent aan de Dorpsstraat afbrak, dat was namelijk vanwege het toenemende verkeer, maar omdat er toestemming gevraagd moest worden voor concerten aan de Duitsers. En die toestemming vragen, daar hadden de Schipluidenaren geen zin in. De repetities gingen wel gewoon door. Die werden alleen wel steeds minder goed bezocht. En dat was niet omdat de mensen bang werden, maar dat was omdat het orkest, wat alleen nog maar uit mannen bestond, voor vrouwen was het nog verboden lid te worden, langzamerhand werden de muzikanten één voor één opgeroepen voor de dienstplicht. Uiteindelijk moesten verenigingen zich aanmelden bij de Nationale Cultuurkamer. En ook dat wilde Sicilia niet. Maar dat betekende wel iets. De vereniging werd ontbonden en moest ondergronds door. Muzikanten namen instrumenten mee naar huis om te verstoppen, want anders zouden ze moeten worden ingenomen door de Duitsers. Dat alle instrumenten thuis bleven, betekende dat zodra de bevrijding in zicht was, die weer tevoorschijn kwamen. Er ging geen bevrijdingsfeestje het dorp voorbij of Sicilia was present en speelde. En nu, 75 jaar later, zijn wij een bloeiende vereniging van 131 leden. We maken muziek op alle niveaus en dat doen we in vrijheid en zonder dat ons iets wordt opgelegd. En juist daarom is het belangrijk om te blijven herdenken. Wij doen dat altijd bij de officiële herdenking, bij het monument op de BM-single, maar dit jaar doen we dat thuis en digitaal, opdat wij niet vergeten.